En daar zijn we weer met de shoplog van deze week. Ik hoop dat jullie de vorige film weer, de video weer leuk vonden. Ik ben Judith van Judith op Budget en judithinthekitchen.com. En zoals jullie net al hoorden, een shoplog deze week. Wil je er meer van zien, abonneer je en geef een lel tegen de bel. We zijn gisteren naar de markt geweest. Daarvan hebben we weer bananen gehaald. En pink ladies voor in de yoghurt met kruisjes morgens met het ontbijt. De aardappels waren in de bonus, dus daar hadden we weer een zak van gehaald. Dan gaan we morgen hamburgers eten met tomaatjes en sla en daarbij patatjes. Daarna eten we Fuyong Hai. Dus daarvoor heb ik eieren, 2 pakken, een preintje voor door de Fuyong Hai en in de nasi, wat champignonnetjes voor door de Fuyong Hai. Fuyong Hai is gewoon een omelet, dus het is eigenlijk een kleine omelet. Dan eten we nog een dag gegratineerde spruitjes met een worst uit de vriezer en gebakken aardappeltjes. De laatste dag dat we vers eten, niet uit de vriezer, eten we zalm in een roomsaus, citroen de roomsaus met courgette er ook door, voor de groenten. Er was lekkers in de bonus bij de Albert Heijn. Dus we hebben een uienkruier en hamkaaskruisantjes. We gaan volgende week geen boodschappen doen als het goed is. Dus we hebben voor 2 keer yoghurt maken gehaald. 8 liter melk en 1 liter slagroom. Kaas voor voorraad. En hier en daar gaat het in een gerecht. Honing voor voorraad. Kokosmelk, kleintje en een grote. Waar in de bonus dus ook op voorraad. Een hele grote fles tomatenketchup. Voor de zoetzure saus van de Fuyong Hai. Een grote pot pindakaas en een schenkstroop en de eieren had ik al genoemd. En dat was het weer voor deze week. Like als je het leuk filmpje vond en geef een lel tegen de bel nadat je je hebt geabonneerd.